Dit is Den Haag in 60 seconden. Tweede Kamerlid Ahmed Barkouch hoeft niet te getuigen in de rechtszaak van de Haagse terreurverdachte Azedine C. Het verzoek is afgewezen door de rechtbank. De man die opgepakt is na de brand in het gebouw van de Britse ambassade in Den Haag blijft langer vastzitten. In het pand aan het Lange Voorhout breekt gisterochtend brand uit. De politie denkt dat het vuur is aangestoken door een 32-jarige Hagenaar die bij de ambassade werkt. Agenten van de politie-eenheid Den Haag doen woensdag niet mee aan een landelijke langzaamaanactie van de politie op snelwegen. Wel ondersteunen ze hun collega's die actie voeren voor een betere CAO. De rijdende school staat op het Malieveld. Het is geen attractie, maar een basisschool voor kinderen van wie de ouders op de kermis werken. De stichting Rijdende School werd 60 jaar geleden opgericht. De school reist mee met de standplaats van de kermisexploitanten en dus van kermis naar kermis. En dat was Den Haag in 60 seconden.